in Leiden? Nee, ik begon eigenlijk op mijn 19e of zo met een 1000 euro Ford Fiesta. Hoe is dat van Nederlands team Ajax naar afwachten of er een club komt? Hoe diep is dat donkere gat? Je bent er af en toe wel gewoon ongelukkig van. Yes, welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Ben je al geabonneerd? Want jongens, we moeten naar de 300.000 abonnees toe. Hoe lekker zou dat zijn? En oh ja, het is natuurlijk gewoon gratis om te abonneren. Dus druk even op die abonneren knop. De gast van vandaag, ja, die heeft gespeeld voor Ajax, AZ, Heerenveen. En heeft hier net bij Players zijn haar laten knippen. Ja, want dat doe je natuurlijk als Day One langskomt. Hij zit hier in deze wagen. Trouwens, deze auto hebben wij ook nog nooit in Day One gezien. Dus vandaag wordt een goede aflevering. Let's go. Onze gast is Ricardo van Rijn. In Leiden. Ja, welkom Jay. Ja. Hey, dit is de eerste keer dat we deze auto voorbij zien komen. Ik had hem ook nog niet gezien op jou. Nee, en jij hebt hem echt wel een beetje gedownplayed naar mij toe. Wat dan? Nee, ik weet natuurlijk dat jij, we hebben elkaar een paar jaar geleden al ontmoet. En toen reed je die G-klasse, ja, toch? Ja, ja, ja. En nu zei je, ja, ik rijd die autobiografie. Ja, klopt, klopt. En toen zei je, ja, het is een hele leuke auto en daar kan ook een stekker in. Maar ook die stekker heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt. Ja, en dat is nog steeds het geval. En toen dacht ik, oké. En dan kom ik hier naartoe lopen en is het een zwart beest. Het is een aardig bakbeest, hè? Wat heb je allemaal gereden? Want die G-klasse hadden we het al even over. Die heb je gereden. Ja. Nou, laat ik bij het begin beginnen. Ja, ik doe even deze naar beneden, want dit is wel de meest comfortabele auto die er is. Kijk, dat hoofdsteuntje ook zo. Dat is lekker zacht, hoor. Ja, dat is top. Nee, ik begon eigenlijk op mijn 19e of zo met een 1000 euro Ford Fiesta. Zoals het hoort. Gruwelijk. Had mijn vader voor me uitgezocht op Marktplaats in de tijd. Vooral het eerste jaar gewoon heel veel mee gereden. Speelde je al voetbal, toch? Speelde ik al voetbal, ja zeker. Ik zit sinds mijn 10e zat ik bij Ajax, zeg maar. Ja. Toen de tijd was, bij Ajax was al, Mercedes was al sponsor. Ja. Moet je nog steeds heel veel knaken voor betalen om te kunnen rijden? Ja, ja inderdaad. Dus, maar je weet hoe dat gaat als al je teamgenootjes uiteindelijk een leuke auto rijden. Dan, dan... Maar het is ook een beetje... je bent wel een Ajax-speler. Ja, maar dat had ik helemaal niet. Want ook op het moment dat ik die Ford Fiesta nam, zeg maar, kon ik ook wel een Mercedes rijden. Zeg maar. Ja. Dus ik dacht zoiets van, weet je, laat ik gewoon lekker goedkoop gaan. En het eerste jaar is niet belangrijk. Ik ga gewoon lekker veel kilometers maken. En daarna komen misschien het mooie spul wel, weet je wel. En ja, goed, uiteindelijk hield ik dat ook niet jaren vol. Want toen ging ik naar een CLC, een Mercedes CLC. Ken je die? Ja. Ken je die? Ja, 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 ja. Die worden niet meer gemaakt. Die worden niet meer gemaakt. Nee, klopt. Nee, maar dat is toch best wel vet hoor. Was het een beetje ertussenin. Ja, had een leuk kontje. Ja. Remlicht heel breed, weet je wel. Dus dat vond ik super gaaf. Was een donkergrijze met zwarte velgen had ik hem toegenomen. En dat was dat dan de eerste auto die je zelf kocht? Nee, dat was een ML. Jezus, jij hebt echt wat auto's gehad. Ja, nou ja, vier denk ik. Ja, vier of vijf. Dit is mijn vijfde dan. Heb je wel eens getwijfeld dat je dacht, ik moet nu eigenlijk best wel heel dik gaan rijden omdat ik het wel leuk vind? Nee, dat niet. Maar ik ben zelf best wel iemand die redelijk twijfelt en wel twee, drie keer nadenkt, zeg maar. Ja. Maar is dat twijfel of is dat gewoon verstandig? Nou ja, ik denk eerder dat tweede dan, ja. Ik ben nooit echt iemand geweest van... van alle merkkleding en zo, weet je, wat al best wel vroeg tegenwoordig ook al begint en zo. Ik was daarin al, zeg ik het zelf, redelijk verstandig en had zoiets van, weet je, laat ik eerst maar een mooi bedragje sparen voordat ik überhaupt grote aankopen ga doen. En dat heb ik eigenlijk al heel mijn leven gedaan en dat doe ik nog steeds eigenlijk. Ja, en nu zeggen de mensen in de comments, of degene die dit zit te kijken, die zeggen, ja, maar kijk even wat voor horloge die om heeft. Daar heb ik hard voor gewerkt, heb ik goed voor gespaard en ik ben niet van een belegde boterham naar een kale cracker gegaan in de tussentijd. Dus ja, dat zeg ik dan, weet je. Ja. Je moet het wel kunnen verantwoorden richting jezelf. Wat voor lessen, waar zouden ze van kunnen leren? Wat zou je ze mee willen geven als het gaat om al die dure uitgaven? Want tegenwoordig draait het toch allemaal om merkkleding. Ja. Hoe je eruit ziet. Niet om het geld dat je op je bank hebt of wat je investeert. Maar ja, ze willen toch allemaal het allernieuwste, de dikste auto's. Ja. Hoe heb jij dat kunnen weerstaan in het begin? Je moet het besef hebben van, oké, uiteindelijk al die spullen, het is heel leuk en het ziet er allemaal heel mooi uit. Maar je moet het wel kunnen verantwoorden richting jezelf, vind ik gewoon. Ja. En als je het heel mooi vindt, dan moet je dat ook wel gewoon doen. Want je moet ook gewoon genieten, weet je. En als jij
een bepaald horloge echt mooi vindt of een bepaalde kleding mooi vindt, moet je dat doen. Maar doe het ook gewoon in mate, want je hebt geen 8 horloges nodig. Je hebt niet 6 verschillende tassen nodig, want ja, dat is gewoon overdreven. Ja. Ja, dan ga je van Ajax, het Nederlands team, dan maak je debuut bij Ajax. Hoe is dat voor jou? Want ja, zoals je mij al eerder vertelde voordat we dit gingen doen, zei je, ik sliep vroeger onder een Ajax-dekbed. Ja. Ajax was voor mij alles. Hoe is dat gevoel dan? Ja, het is echt gewoon zo cliché als wat, maar echt een droom die uitkomt. En ik was natuurlijk knijten zenuwachtig, maar je werkt er ook wel een klein beetje naartoe. Hè? Ja. Je speelt al vanaf je 10e en dan word je daar toch wel een soort van opgeleid om gewoon continu onder bepaalde druk te moeten presteren. Je moet altijd winnen als Ajax zijnde, weet je wel. Bepaalde arrogantie, bepaald zelfvertrouwen. Maar goed, dat kan niet op tegen een debuut in het eerste elftal natuurlijk, want uiteindelijk is dat het ultieme. Maar bepaalde arrogantie, was dat de druk ook? Voelde je druk al toen je... Ja, er was wel altijd wel bepaalde druk aanwezig, nogmaals. Ook in de jeugd al word je daar wel een beetje mee opgevoed. Ja, ja. Het is geweldig. Het is alles wat je gedroomd hebt en het komt steeds in stapjes. Want het begint natuurlijk met een keertje meetrainen, een keertje op de bank zitten. Ja, en dan komt er uiteindelijk dat moment dat je in een volle arena je debuut mag maken. Ja, dat holy is gewoon, shit. Wat dacht je toen je het veld opliep? Ik trilde als een rietje natuurlijk. Ja, echt. Maar het is ook zo, op het moment dat je aan het voetballen bent en je bent bezig, ja, dan kun je daar ook niet meer aan denken. Automatisme. Ja. Dan heb je je debuut gemaakt, dan tril je als een rietje. Hoe ging je eerste wedstrijd? Wel aardig, moet ik zeggen. Ja, wel zeker. Ik kan me nog wel herinneren dat ik een onmogelijke paas wilde geven met mijn verkeerde been. Die ergens over de zijlijn belandde. En die bleek ook onmogelijk te zijn? Die bleek ook onmogelijk te zijn. Dat was iets te veel... Van het goede? Van het goede. Maar uiteindelijk gewoon goed afgesloten. We wonnen die wedstrijd, dus dat is altijd wel lekker. En hoe gaat het dan in zo'n kleedkamer als je debuut hebt gemaakt? Ja, veel felicitaties natuurlijk van alles en iedereen. En, er wordt ook een biertje opengetrokken. En hoe moet ik dat zien? Is meteen focus op de volgende? Nou nee, er wordt geen biertje opengetrokken hoor, gelijk. In een seizoen komen er best wel wat debutanten langs natuurlijk. Ja. Ja, dan blijf je feest vieren. Ja, precies. Dan staat elke week ben je lang. Staat elke week inderdaad een paar kijkers in de kleedkamer. Ja. Ja, 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 ja. Hey, I just hit the plug up, cause I'm feeling let down. I'm getting messed up, I shouldn't hit the loud. And baby, guess what? I'm really in the now. There ain't no getting out, I just wanna make you proud. I wanna pull up in a new thing. Hey, take a picture like a movie. But at the end of the night, it's not groovy. I'm feeling moody. Wonder why it seems to go so bad. Hey, pulling all my problems out of bed. Hey, looking for a reason to get mad. Ik kan het, en dan het Nederlands team, dat is toch ook dat oranje shirt. Ja, dat is... Zit daar nog veel, want dat heb ik me afvraag, we hebben met de rugby altijd de All Blacks, als je dan dat zwarte shirt aantrekt, dat is echt een ding. Ja. Weet je wel, ook in het rugby is er echt heel veel trots in het dragen van het shirt. Had jij dat ook met het Nederlands team? Ja, 100%. Ja? Ja, zeker. Kijk, wat ik zeg, Ajax is natuurlijk het ultieme, maar dan heb je nog weer een andere gradatie gewoon voor je land uitkomen. En met de beste spelers. En dat je dan in een groep terechtkomt met de grote vier, zeg maar. Met een Robben, met een Sneijder, en Van der Vaart, Van Persie. Ja, die jongens liepen toen op dat moment gewoon allemaal nog rond, weet je. Zijn dat dan aardige gasten? Ja, zeker. Absoluut. Zou je het ook zeggen als het niet zo is? Dat denk ik wel, ja. Ja? Dat boeit me niet zoveel. Ja. Nee. Wat voor speler was jij bij het Nederlands team? Ik? Ja. Heel erg uit de kat uit de boom kijken wel gewoon. Ik ben van mezelf een vrij rustige, integere persoon, denk ik. En dat was ik daar ook wel gewoon. Het is gewoon veel kijken, veel leren en niet meteen gelijk handje naar voren, zeg maar. Als je dan kijkt, je hebt natuurlijk nu met echt grote jongens samengespeeld. Met sommige de grote der aarde in jouw tijd. Ja. Wie klapte daar echt bovenuit dat je echt dacht bij jezelf van holy shit. Ja, bij het Nederlands elftal zijn het sowieso de Robbes, de Van Persies, de Sneijders die natuurlijk super veel indruk maakten. Waren die echt zo goed? Want dat zegt iedereen, hè? Nee, maar die waren echt goed.
Die waren echt heel goed. Hoe zie je dat dan? Is dat dan, ik noem maar wat dom, ze schieten zij 3 keer op de lat als ze dat willen en doen ze 80 keer hoog houden? Precies dat, ja. Kijk, als wij 20 keer op doel schieten, dat er dan misschien een keer 10 of 12 gewoon goed op doel kwamen. Ja. Ja, bij hun was sowieso alles op doel gericht. En ja, en dan houdt de keeper nog wel een paar keer een bal tegen. Daar staat hij natuurlijk ook voor. Maar het was allemaal zo van een hoog niveau. De passing, tempo, manier van handelen, weet je wel, snelheid van handelen. Ja. Ja, dat was gewoon echt op wereldklasse. Hoe is dat van Nederlands team Ajax na afwachten of er een club komt? Ja, nou ja, dat is niet hetgene wat je had ingecalculeerd op het moment dat je daar was. Zeg maar. Nee, snap ik. Dus dat is af en toe mentaal is dat lastig. Ja. Voetballers praten hier niet zo snel over, hè? Heb ik wel eens het gevoel. Nee, dat klopt wel, ja. Ja. Dat klopt wel. Dan achter het later. Ja. Maar dan, heb je dan nu mentaal zwaar met het feit dat je, ja, want je kijkt dan toch terug en dan denk je, hè, en nu? Ja, dat is af en toe wel lastig, ja, 100%. Lastig lijkt me een understatement. Ja, zeker. Nee, je bent er af en toe wel gewoon ongelukkig van. Ja. En het doet wel wat, ja, wat met je zelfvertrouwen, het doet wat met je gemoedstand af en toe. Voetballers praten hier niet zo snel over, hè? Heb ik wel eens het gevoel. Nee, dat klopt wel, ja. Dat klopt wel. Ja, het is af en toe een beetje je ego hoog houden en je niet zo kwetsbaar opstellen, want dat wordt dan misschien als een beetje als een zwakte gezien of zo. Ja. Maar ja, het is niet de realiteit, zeg maar, weet je wel. Hoe het is diep, niet altijd goed. Hoe diep is dat donkere gat? Mentaal? Ja, het is af en toe wel mentaal in de zin van, oké, dat je zoiets hebt van, ja, weet je, ik kap ermee of zo, of ik kijk uit naar... Naar het moment dat het niet meer hoeft, zeg maar. Het voetbalgedeelte natuurlijk, bedoel ik dan. Want dan zit je heel anders in de wedstrijd op het moment dat het goed gaat dan dat het niet goed gaat, weet je. En dat is wel heel gek op het moment dat je soms gedachten hebt van, oké, nou, ik vind het... Ik vind het wel welletjes. Ja, dat hoort natuurlijk niet. Wat was dan de zwaarste tijd als je die er nu tussenuit mag pakken? Ja, ik denk misschien wel nu gewoon. Je hebt nu geen... Je mist nu een bepaalde zekerheid of zo natuurlijk. Ja. Hè? Je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Tegen jezelf. Ga je wel eens naar zo'n forum? Naar een voetbalzone of zo? En dat je dan de ronde kijkt en denkt, wat zeggen ze over me? Heb ik wel eens gedaan, natuurlijk. Ik heb wel eens iemand horen zeggen in de voetballerij. Dat als ze bij VI jou aardig vinden. En je maakt een keer een paar fouten. Dan kunnen ze dat daar nog een beetje goed praten. En dan heb je dus langer de tijd. En dan staat een coach minder onder druk. Maar als ze je niet leuk vinden en ze praten daarover bij VI, dan komt de coach sneller onder druk te staan en dan ben je eigenlijk dus sneller weg. Ik denk dat die gasten daar echt wel een bepaalde invloed op hebben. Ja? Ja, want er kijken natuurlijk zoveel mensen naar natuurlijk. En dan kun je wel zeggen van, ja, ik heb mijn eigen mening of zo, maar er zijn genoeg mensen die daar gewoon blind in meegaan en gewoon klakkeloos die mening overnemen. Maar hoe kijk je daar als voetballer tegenaan? Is dat iets wat je ook gewoon negeert? Nou ja, ook dat weer. Kijk, als je weet dat je een heerlijke wedstrijd hebt gespeeld, dan ben je eerder geneigd om daarna te kijken, want dan niet. Maar, ja, dan is jouw reactie ineens. En dan hoop je dat ze je overslaan, weet je wel. Maar ja, kijk, als je gewoon in de Nederlandse competitie voetbalt, ja, die gasten zien alles natuurlijk. Dus ja. Als jij een keer van een medetje of 30 iets probeert erin te pingelen en hij gaat hoog over, dan weet je dat je bij VI kapot gemaakt wordt. Dan weet je dat jouw naam even voorbij kan komen. Heb je dat wel eens gehad? Dat je dan aanzet in de wedstrijd en denk, ik ga nu schieten en denk, nou, als deze misgaat dan... Ja, heb ik wel eens gehad, maar die heb ik later niet meer op tv gezien. Dus dat scheelt. Gaat het dan ook meteen door je hoofd? Dat je denkt, dit wordt er eentje, die gaan ze zeker halen. Zeker, ja, absoluut. Tuurlijk. Ja, dat... Kijk, niet op dat moment zelf, maar op het moment dat je dat voorbij ziet komen, denk je ook best van, ja, terecht. Ja. Terecht. En je zit nu dus even, als ik dat opmaak, zit je nu dus even in een periode waarvan je denkt, Ja, je mist een bepaalde zekerheid, omdat je bent nu nog zoekende naar een nieuwe club natuurlijk. Dus dat is niet de ideale situatie, zo eerlijk moet je ook zijn. Nee, maar merk je dat het bij veel jongens op het moment zo is? Ja, er is best wel een grote groep transfervrije jongens, denk ik, die daar in hetzelfde schuitje in zitten. Dat zeker. Dat lijkt me wel heftig. Hey, buiten het voetbal, hè? Mm-hmm. Doe je daar ook investeringen? Doe je dingen die je interessant vindt? Heb je nog andere hobby's die je bezighouden? Ik heb sowieso ook in het vastgoed wat geïnvesteerd nu. Ja. Dat zijn dingen die... Heb je daar dan een adviseur in? Nou, ik ben ook wel een beetje in eerste instantie van, ik ga eerst kijken hoe dat zelf een beetje werkt of zo. Tenminste, je moet wel mensen, deskundigen hebben die daar ervaring in hebben natuurlijk. Ja. Dus dat heb ik ook zeker. Maar
het belangrijkste was gewoon van, weet je, doe wat met de centjes die je hebt gespaard. Mm-hmm. Ga er niet niks mee doen, want dat kost je alleen maar geld, weet je. Ja. Ik heb nu een aantal vastgoedprojecten die ik sinds kort afgerond heb, dus dat loopt. En verder, ja, ben ik me vooral aan het oriënteren van, ja, wat vind ik nog meer leuk om te doen, anders dan voetbal, sport of vastgoed, want dat zijn wel een beetje natuurlijk nu de standaard dingen waar men investeert. Ja, ik ben ondertussen nog steeds een beetje aan het genieten van die de combinatie. Ik heb het gevoel dat ik in Thailand ben. Jij hebt zo meteen geen rare dingen te doen, hoor. Maar hey, voor iedere kijker die voetbalt en die denkt, shit, ik heb echt de droom om profvoetballer te worden. Wat moeten ze doen? Welk advies zou jij ze nu meegeven? De eerste dingen die bij mij opkomen, sowieso, je moet er plezier in hebben, anders moet je er meteen mee stoppen. Maar dat is standaard. Je moet er dingen voor laten ook. Mm-hmm. Besef dat gewoon, dat je er dingen voor moet laten. Zoals? Wat heb jij ervoor gelaten? Het uitgaan met vrienden, het chillen met vrienden, weet je wel. Wat ik zeg, op een gegeven moment... Het blowen en bier drinken. Ja, dat soort dingen. Op tijd naar bed. Je moet er wel echt voor leven en nogmaals, en je moet er dingen voor laten. Ook altijd net iets meer of net iets anders dan de rest te doen gewoon, weet je wel. Dat vooral. Als je iets wil doen, doe het goed en doe het volledig. Juist, ja. En ik denk dat een paar dingen zijn die heel belangrijk zijn. Ik hoop dat jij heel snel een club vindt. Ik weet dat je in gesprek bent met wat clubs. Dat is heel fijn om te horen. Mm-hmm. En als je straks weer een nieuwe auto hebt, mocht je een mooi contract tekenen en toch nog een keer die Lambo willen halen, dan hoor ik dat graag. Dat is goed, dan weet ik er zeker van. Al zie ik je daar niet voor in, maar mochten we dan een keertje komen kijken bij een van je vastgoedprojecten, dat vinden we ook altijd leuk. Nice. Altijd welkom, man. En dan kunnen we nu nog even ongegeneerd reclame maken, want daar hou ik altijd van. Hoe heet die kapper hier ook alweer? Dit is Players in Leiden. De Players in Leiden. Yes. Dus mocht je in Leiden wonen en mocht je naar de kapper willen, dan moet je naar de Players in Leiden. Yes. Laat nog even weten in de comments. Ja, er komen steeds meer voetballers langs. Vind ik heel erg gezellig. Wie zouden jullie nog willen zien in de auto van? Dat is altijd lachen. En, zoals ik in het begin al zei, we gaan naar de 300.000 abonnees dus. Doe even abonneren alsjeblieft. En vergeet niet dat je ook nog steeds de Car Parfum kan kopen. Als je dat zou willen, staat gewoon allemaal in de beschrijving. Volg ons op Instagram. @rfvanrijn. @rfvanrijn en @jjboskamp. En natuurlijk met Day One tegenwoordig ook onze eigen Instagram. @DayOneLifestyle. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was hem. Tot later. Ciao. Baby, guess what? I'm really in the now. There ain't no getting out. I just wanna make you proud. I wanna pull up in a new thing.